Vandaag een nieuwe vlog. Goedemorgen mensen op mijn kanaal. Ik moet nog een beetje stil zijn, want nu slapen nog mensen, hierna slapen ook nog mensen. Dus ja, vandaag gaan we vandaag ga ik veel polls plaatsen op Instagram om te vragen wat ik moet doen in een vlog. Ik ga zo dadelijk eens kijken op Instagram. Maar eerst ga ik ontbijten. Het ontbijtje komt eraan. Ik ga een eitje eten. Een gebakken eitje. Lekker, lekker, lekker. Dus ja, dat is mijn ontbijt vandaag. En als ik jullie zo dadelijk zie, heb ik mijn ontbijtje. En ja. Voor mijn eitje ben ik al een beetje olijfolie in de pan aan het voorbereiden. En hier is dus al het mengsel dat ik zo met gebied moet mengen. Dan zit dus melk in en 2 eieren. Ik ga een omeletje maken van 2 eieren. Olijfolie is aan het opwarmen. Ik voel het al. Ik ga zo dadelijk de kruiden uit de kast pakken. Even te zien welke kruiden. Zout sowieso. En peper. Misschien een beetje. Ja, Provençaalse kruiden ga ik ook in doen. Dus zout, peper en Provençaalse kruiden. Dus even de zout terugpakken. Dus ja, zout, peper en Provençaalse kruiden. Geen zout meer in. Dit is dus mijn spul zoals het er al uitziet. Voor ik het ga mengen met een vork. Nu ga ik het mengen met een vork. Nog even maar een paar secondjes. Dan mijn vuur te gaan zetten. Die je ziet, die olie is al opwarmd. Het staat heel hoog. Dan gaat het direct. Dus ja. Dit is trouwens het zout dat ik gebruikte. Even dus kijken, is het warm genoeg? Zo kijk ik altijd eens. Het is warm genoeg. Dus stappen we mijn dingen erin. Je ziet, lekker, lekker, lekker. Dus dat is al het eten van de vlog, het eerste eten. En zo ziet het er dus uit als het klaar is. Een lekker gebakken eitje. Met daar nog een beetje van dit bovenop. Klein beetje. Lekker, lekker, lekker. Nu ga ik het eitje opeten. Als ik het vast krijg. Lekker. Alleen een beetje weinig zout in. Maar het kan niet erin overkomen. Oh, zo lekker. Hè? Zo lekker een eitje in de ochtend. Lekker eitje in de ochtend. Maar anyway, het is zaterdagochtend en ik eet. Nee, ik eet ik niet. Zaterdagochtend eet ik. Rocky, hou je bakken als je leeft. Dus in de ochtend, in de week eet ik nooit, maar wel op zondag en zaterdag. Maandag ga ik ook eten. En maandag ga ik zeker ook vloggen, want er staat iets te doen. Wat zullen jullie in die video zien? Ja. Ik ga alsjeblieft over naar het volgende stukje. Dan is mijn stiefbroer erbij. En dan ga ik iets doen. Maar we weten nog niet wat. Maar we zullen wel zien. En nu een goede koffie drinken. Dat heel lekker gaat zijn in de ochtend.
Ga overkijken naar mijn andere camera en dan zie je het wel. Lekkere koffie in de ochtend. Kan smaken. Oh man, lekker. Dus ja, lekkere koffie in de ochtend kan smaken. Wel dat iedereen dat wel kan eens kan smaken. Geloof mij, ik kan dat zeker smaken. De koffie riekt al heel lekker. Heel lekker aroma van die koffie. Ik ga geen koffie reviewen. Ik ben niet echt een koffie reviewer. Maar ik ga echt koffie drinken. Lekker koffie. Van een Dolce Gusto machine. Kei lekker koffie. Als je dan daar eens bekijken. Dit is met zo'n capsuletje dat ik dat moet doen. Met zo'n capsuletje zo. Snap je? Zo'n klein capsuletje zo. Een vaker de koffie. Lekker de tas koffie. Lekkere koffie. Het smaakt een beetje met een aroma van een bittere koffie. Maar toch ook niet. Het is wel een perfecte mix tussen de twee. En ja, het is een lekkere koffie. Een lekkere kop koffie. Oh, dat is een beetje slecht. Dan ga ik mijn ogen zijn misschien wat weg en ja, chill een gewoon stukje. Dan is Yuri erbij. Het is er niet dat je er niet bij nog ik ga vloggen. Want dan ben ik net nog niet bij mijn leuven. Ik ga lasershooten. Of wat ook, ja, ik ga lasershooten. Met een kameraad van hem. Dus ja, ik ga verder genieten van een kop koffie. Ik ga misschien eventjes met Sven Wilkins bellen. Ik ga even met Sven Wilkins bellen. Ik mag niet om een kop koffie. En ik zie jullie in het volgende stukje. En Yuri is erbij gekomen. Ja. We zijn aan het voetballen in de tuin. Ja. Ik heb nu de bal. En ik loop ermee weg. We willen jullie het zien in het stukje. Dat er gaat komen. En Yuri loopt hier langs mij door. Oh, wat nice is. Yuri, sta terug op je plek alsjeblieft. Ja, niet zoveel zon, maar ja. Ja, te veel zon hier, overbelicht. Maar ja. Ha, saik. Ja, we gaan dus voetballen. Want morgen is het een training. En ja, morgen is training. En Yuri heeft de bal. Ja, Yuri. Nu ga ik hem trappen. Richting de honden, maar boeien. Ja. De bal komt aan mij. Ik mag nooit met tippen trappen. De bal is daar. En de bal komt terug. En weer scheef. Dat is moeilijk. Oh, slechte bal. Roes, die bal is niet voor jou. Nee, raak. Die bal was met een peer gekocht. Eindelijk dat ik die bal een keer tegenhoud. En de hond is mee aan het spelen. Terug tegenhouden, maar het wordt gerold. Ja, Roes. Leuk, hè? Ik heb een effectje gedaan. Godverdomme.
Dat was dus het stukje van de vlog. Juri, klaar? Oei, oei, dat moet ik laten censureren. Wat een domme. Moet ik censureren, hè? Sensor, niet kijken naar de... Kijk naar mijn hand. Niet kijken naar Juri zijn gezicht. En ja. Laatste trap voor dit stukje. Dat is de nagbal. En ik ben weer terug met Juri. Op het moment dat ik deze video ben begonnen en bezig ben, heb ik nu al 94 abonnees bereikt. Ja. Ja, ik had daar juist, toen ik naar Juri kwam, had ik nog 93. Is er net eentje bijgekomen. Ja. En ik wil al die 94 abonnees bedanken. En ja, hem ook bedanken voor in de video te komen. Misschien dat views oplevert. Ja, misschien. En deze namiddag is hij er dus niet. Zoals ik al in het begin van de video zei. We gaan lasershooten zeker met... Ja, met Jonas. Met Jonas Klauwers. In Leuven. En zo, ja. Misschien dat jullie Jonas Klauwers kennen. Ik weet het niet. Ja, misschien kent Sven Wilkens je wel. Ja, zeker. Ja, dit kent. Oh ja. Sommige van mijn abonnees kennen die je wel. Ja, en met Enrico alle. Heb ik wel lasershooting shooting. Ja, met Enrico dus. En ja, deze video duurt nu al heel lang. Ik ben eigenlijk normaal gezien niet gewoon van zo'n lange video's te maken. Maar ik ga deze namiddag nog iets doen. Iets nice. En morgen, ja, ga ik waarschijnlijk de vlog verder zetten. Dat ik met Sven afspreek. En ja. Als we mogen. En dat jullie ook meegaat. Ja. Dan gaan we waarschijnlijk wat dienen, maar ga ik minder vloggen. Omdat we hebben morgen vroeg om 10 uur voetbaltraining. Ja. 10 uur tot 11:30 of zo. Half 12? Ja, 11:30. Van 10 uur tot 11:30 hebben we voetbaltraining. Moeten we nog naar huis, moeten we iets eten. Dus ja. Zeker namiddag kunnen we vloggen. En dan ga ik deze video, alleen ga ik alle stukjes doorsturen naar Sven. En ja. Maar dan moeten jullie geen zorgen voor maken. De video gaat zeker volgende week of de week erachter online staan. En ja, ga zeker abonneren op hem als hij zijn YouTube kanaal heeft. Nou, ik weet niet of ze kijken en hij gaat doen. Ja, ik zou het even doen. Dan zou ik abonnees kunnen geven. Maar sowieso, linkje als Van Wilkens zijn account aan het kanaal komt in de beschrijving. En ja, zie jullie in het volgende stukje. Ik heb dus net een shirtwissel gedaan. Nu heb ik dat van standaard aan, wat jullie al wel gezien hebben in een video. Subiet ga ik eten. Dan ga ik om 12 uur. Om 12 uur komt er dan een video online. Ik ga zeker blijven pushen om die video te kijken. De video, ja, zal online staan. Zal misschien een week of een week of twee online staan. Als deze video online komt. Dus ja. Ik ga zeker kijken naar deze video. Dus als die online staat, zullen jullie wel gekeken hebben. En zullen jullie wel een reactie hebben achtergelaten. Dat is raar om recht in de camera te kijken. Dus ja. Jullie zullen dan wel de video hebben gezien. En dan ja. Ik ga sowieso subiet nog pushen om de video te kijken. Maar eerst ga ik eten. En zie jullie rond 12:30 terug. Dan staat de video al eventjes online. En ga ik kijken naar de video. Gaan we samen kijken naar de video. Nee, niet kijken, maar ja. Er is, trouwens, in de nieuwe video zit een nieuwe intro in. Wat vonden jullie van de intro? Vonden jullie die goed of niet goed? Sven Wilkens heeft de intro gemaakt. Ik vond hem redelijk goed. Ik heb de intro zelf bekeken. En ja, zie jullie guys. Zie je terug. En de nieuwste video is online. Hoe is het bij Teams weer laten uploaden? Altijd Dylan.
Zoals jullie zullen hem al wel gezien hebben. Ga even een stukje kijken. Nice intro vind ik wel. Dus dat is de eerste video met de allernieuwste intro. Dat was dus een deeltje van de video met de nieuwste intro erin. Vonden jullie de intro goed? Ik vond hem heel nice. En ja, sowieso gaan er nog veel komen. Nog zoveel met die nieuwe intro. En deze vlog gaat waarschijnlijk ook met de intro zijn. Smeet zeker die like button als jullie nog veel van de intro's willen. Dan moet ik het, ja. Dus ja. Wat gaan we vandaag nog doen? Allee, wat ga ik vandaag nog doen? Het is dus 12:15. Het is middags en ik ben al een paar uurtjes aan het vlogen. En straks moet ik nog de auto van mijn vader wassen. Jullie gaan hem voor en na zien. Allee, eerder na zal ik zeggen. De Peugeot 206 Plus. Die ik moet wassen. Allee, samen met mijn vader. En ja, ik wil jullie, ja, sowieso nog, ik ga sowieso nog vloggen vandaag. Straks is Juri terug thuis, nu is hij in Leuven, voor te gaan, hoe noemen ze dat, lasershooten. Dat is waar de intertoys is geweest in Leuven. Daar is de lasershoot. Allee, daar kunnen ze gaan lasershooten. Ja, ik zie jullie in het volgende stukje. Dan ben ik weer al ietsje moe. Ietsje meer moe. Dan ga ik meer tegen de avond aan zijn. En ik ga ook sowieso vloggen als ik bij Team SW aan het bellen ben. Met Alaya en Sven. Misschien is de Alexie er ook bij. En ja. Ik ga sowieso zien door Team SW. De filmen. Wat eigenlijk zo'n beetje de dingen is van Team SW. Dat die ook in mijn vlog komen. En ja, zie jullie zometeen. Zie jullie als het ongeveer 5 uur is, ga ik vloggen. Of iets daarna. En dan ga ik sowieso nog morgen vloggen voordat ik naar voetbal vertrek. En als ik naar 10 uur vertrek, ga ik ook vloggen. Terug met Juri erbij. Want ik en Juri gaan samen naar Tiene. En samen terug naar buiten zijn. Dan ga ik morgenavond ga ik nog naar Leuven naar mijn oma slapen. Want maandag moet ik om 9 uur heb ik met Ken, Momarts afgesproken. Om naar de jaarmarkt in Leuven te gaan. En dan s'avonds de kameraden van school te halen. Komt ook een stukje vlog aan. Komt allemaal in deze vlog terecht. Vonden jullie het al tof dat het zo lang is? Laat het dan zeker weten. Ik zie jullie zometeen in het volgende stukje. En ja. Mijn ogen zijn blauw. Dus ja. Yo mensen, ik ga dus nu de trap af. Zoals jullie hebben gehoord. Ik ga nu eventjes naar mijn honden en in de tuin eens kijken of het daar goed is. Ja, hier is een van mijn honden. Het is een beetje licht en het zingt hier een beetje, maar dat is niet echt. Dus nu zijn we op dit moment buiten aan het wandelen. Ja. Onze Roes, ja, ik weet niet of ze in beeld kan. Dat ik een beetje, ja, onze Roes. Een Duitse scheper. Een Franse wilde ook, en maar is onze Malteser. Ik ga eens zoeken. Ja. Aha, daar is de Rocky. Kom Rocky, even in beeld. Onze Rocky. Dat zijn gaten natuurlijk zien. Dus ja, eigenlijk elke YouTuber zou dieren moeten hebben. Een hond of een kat. Of misschien een cavia zoals Fanny. Of hamster, een hamster. Een hamster zou ik ook moeten hebben. Iedere YouTuber zou dat moeten hebben, een hamster. Of een hond of een kat of een vis. Wat ik daar heb, ik heb honden en katten en vissen.
Dus ja. Dus ja, wij eventjes in mijn tuintje. De tuin van ons. Ja, ik zie dat precies. Iets van duiven of extra's of. Dus we gaan eens een kijkje nemen naar de diertjes. Naar de vogels die daar in de tuin rondlopen. Kom Roos, kom! Kom Roos! Roos en Laika zijn daar. Mijn Laika is de Malteser. Niet de Malteser, de Franse bulldog. En Roos is de Duitse scheper. Dus ze zijn eventjes. En nu ineens zijn die vogels weg. Als alarm gaan we terug naar binnen. Ga ik misschien eens kijken wat er op de televisie is. Is er misschien een voetbalmatchje op? Zou goed kunnen zijn. Maar dat gaan we checken, zo dadelijk. Ga ik mijn gsm nog even insteken en kan ik vanavond verder vloggen voor jullie. En ja, mijn was hangt buiten. Iedere YouTuber moet ook zijn was en zijn plas doen. Dus ja, de was en de plas. Er zit Laika nu rond. Laika! Dus iedere YouTuber moet zijn was en zijn plas doen. En hier is ons Laika. Dus ja, de was en de plas van de YouTuber is gedaan. En morgen nog een was. En ja, zie jullie zo dadelijk terug. Op het moment dat ik dit stukje opneem, heb ik weer een abonnee bij. Nog 5 abonnees en we hebben de 100 abonnees. Ik zou echt blij zijn dat ik die 100 zie staan. Want het is echt een goed moment om de 100 te halen. Oei, mijn kleerkast staat open, ik zie dat nu pas. Dus dan doen we die eventjes toe. Kleerkast van de Domo en zo, ja. Wel een goede kleerkast, eerlijk gezegd. Hier ga ik vanaf nu veel video's opnemen. Ofwel, hier in deze kast neem ik mijn video's op. Goeie kastje. Ofwel hier aan deze, wel hier aan deze dingen hier. Dat is meestal nachtgrond. Maar ik heb eigenlijk een ideetje. Zou ik zelf een softbox maken of zou ik een softbox kopen? Ik heb nu al het idee van een statiefje te kopen, zo'n tripod. Dat ik zo hier kan neerplaatsen. Dat jullie mij beter zien. En dat ik niet op dat stukje Bluetooth speaker hier moet gaan werken. Maar eigenlijk alleen op dat stukje speaker dat ik niet moet gaan werken. Op die speaker dat daar staat, dat ding met dat rode ding. Dat ik eigenlijk een tripod daar kan plaatsen. Mijn gsm kan daarin plaatsen. Dat ik eigenlijk belichting zou plaatsen. Belichting richting mij. Wel als het 's avonds wat meer donker is. En ik wil nog een video maken. Zou je dat doen? Ja of nee? Want het is eigenlijk een ding. Zou ik op een statiefje met licht werken? Of zou ik gewoon lampen aanzetten? Misschien daar in die kast een lamp zetten. Of zou ik zelf aan een projectje werken. Dat ik een softbox ga maken. Met papier of zoiets. Zou ik daar een lamp in plaats. Zeg maar een zaklamp of zo. Dat toch iets meer licht geeft. Of zou ik met iets anders werken. Jullie beslissen. Zou ik een softbox kopen. Of zou ik iets anders dat ik het zo volgens maken. Ik heb zo wel die ideetjes gezien op internet. Waarmee ik een softbox zou kunnen maken. Het zou dan met karton zijn. Maar als dat karton nat wordt, je weet nooit. En zo'n softbox zou kunnen nog inklappen en zo. En dan zo binnenkort mijn greenscreen gaan werken. Dat zou beter zijn dat ik een professionele softbox ga kopen. Ik heb er een gezien voor €50 op Coolblue. En een green screen ga ik nog eens zien hoeveel dat kost. Nu alweer. Of was dat nu op bol.com, ik weet het niet. Maar een van de twee websites gaat het zeker zijn.
Ik zou zeker jullie mening willen. Zou ik een greenscreen met een softbox kopen? Of zou ik zelf een softbox maken en zelf een greenscreen maken? Bijvoorbeeld met groene bladeren papier. Of dat zou beter misschien zijn als ik gamevideo's beginnen maken. Want die komen er misschien binnenkort ook aan. Maar ik spreek dan over binnen een jaar of twee. Dat ik op PS4 met camera ga beginnen gamen. Maar dat komt er nog aan. Dat ik op Xbox One en PS4 game. Misschien maak ik dan Fortnite video's of Call of Duty ga ik niet maken. Misschien andere video's, FIFA video's, dat ik een commentary geef. Met mijn headset dat ik gekocht heb. Die Turtle Beach Recon 50p. Die Turtle Beach eSports Recon 50p. Die komt, de link naar die headset komt zeker hier in de beschrijving. En de link naar die softboxen en naar die greenscreen komt ook in de beschrijving. En je komt veel in de beschrijving vandaag. Het is een video dat al heel lang duurt. Hopelijk kan Sven er wat dingen uitknippen. Dat de video er wat minder lang uitziet. En ja, ik zie jullie subiet terug in een nieuwe video. Of ja, dat Sven misschien dingen kan opspeeden. Je weet maar nooit. Allee, ik zie jullie zoiets in een nieuwe video. In een nieuw stukje van de vlog. Ik ga een andere video even maken. Maar ik zie jullie zoiets in het stukje waar ik terug met Yuri ben. Misschien gaan we dan naar Athene. Allee, voor mij is het dan de volgende dag. Maar voor jullie is het 10 seconden later, 5 seconden later. Ik zie jullie in de volgende. In het volgende stukje ben ik met Yuri naar Tiene aan het wandelen. Of sta ik hier weer buiten een stukje te vloggen. Dat zal ik nog wel zien. Maar mensen, ik zie jullie in het volgende stukje. En ja. En ik heb net een nieuwe video gemaakt. Over stofboxen en over greenscreens. En over wat ik nog ga doen met mijn YouTube kanaal. Omdat ik minder ga video's kunnen maken, minder ga kunnen uploaden, heb ik dat gezegd in die video. Die video komt na deze vlog online. Ik ga hem zeker checken. En als deze vlog online staat, zal ergens midden september zijn. Dus nu het weekend van 1 en 2 september. En maandag is 3 september, dan ga ik naar Leuven. Naar Leuven, naar de Jarenmarkt. Heb ik al gezegd in deze video. Heb ik al gezegd in een vorige video ook. Maar ik ga dus naar de Jarenmarkt. In Leuven. Wat eigenlijk wel tof gaat zijn. Omdat ik kan dan mijn broeren zien. Ik kan dan ook dingen zien. Jonas Meus en Adele. Die komen ook zeker maandag in de vlog. En alles dan doorsturen richting Mr. Sven Wilkens. Maar nee, echt, nu even serieus. Ik ga nu even gassebiet iets eten. Want ik heb honger, mijn maag scheurt bijna. Ik heb gassebiet dus iets eten. Misschien ook iets drinken. Ja, water. Ik ga dus water drinken, een hele avond lang. Je zult me in de vlog wel water zien drinken. En ik wil jullie bedanken. Als jullie trouwe kijkers zijn. En jullie kijken al mijn video's uit. Dankjewel voor elke minuut die jullie mij gegund hebben. Want dat is extra geld. Nee, ik verdien geen geld met YouTube. Maar dat is elke minuut dat jullie mij gegund hebben. Elke minuut dat jullie mij kunnen kijken. Elke seconde. Elke beweging hebben jullie wel gezien. En dat raakt me diep. Ik zit bijna aan de 100 abonnees. 100 abonnees. Die gaan er snel zijn. Misschien aan het eind van deze video dat we de 100 abonnees hebben bereikt. Dan doe ik nog iets crazy in deze video. En als we dat niet bereikt hebben. De 100 abonnees. Doe ik iets crazy in de volgende video.
Want dan is het alsnog kei tof. Maar ik hoop dat we voor maandag de 100 abonnees hebben aangetikt. En dan kan ik nog iets heel crazy doen. En wat dat crazy zal zijn, zullen jullie nog wel zien in deze video. En dan ga ik de video waarschijnlijk afsluiten. Maandagavond ga ik de video afsluiten. Dat ik alles nog kan doorsturen. En ja, zie jullie in het volgende stukje. Dat is Juri thuis. En hebben we gegeten. En ja, waarschijnlijk ga ik dan ook deze avond nog bellen met het team SUB. En ja, het wordt een lange vlog vandaag. Het wordt een lange vlog deze video. Bereid jullie allemaal voor. En ja, see you guys in de volgende video. In een volgend stukje bedoel ik. Volgend stukje, het was eigenlijk mijn stukjes video dat ik werk. Die dan heen worden geplaatst. En ja, die foto met het, met het bruine kader ben ik toen ik jong was. En daar dan met dat zwarte kader was ik ook nog redelijk jong. Maar ja, daar hebben we het nu niet over. Ik wil jullie guys bedanken voor al naar deze video te verder te kijken. En ik zie jullie in het volgende stukje van de video. Want deze video gaat nog lang duren. Nee. Ik ga de video binnen een minuut of zes afsluiten. En ik zie jullie in het volgende stukje. Dan zit ik met Juri eventjes te chillen waarschijnlijk. Of te bellen. En ja, doei. Tot in het volgende stukje. En het is avond. Het is 6:20 s'avonds. En op het moment dat ik dit stukje maak, heb ik 96 subs. Er is eentje bijgekomen. En ik weet wie. En ik wil die persoon bedanken. Er zijn nog 4 mensen te gaan. Nog 4. En dan zitten we aan 100. Hopelijk wordt deze video afgerond met de 100. Het zou echt nice zijn. Maar ondertussen hebben we al 96 abonnees. Wat heel tof is. En ik zie jullie guys morgen. Allee, voor mij is dat morgen, voor jullie is dat nu. Binnen een paar seconden. Als ik met Sven en Juri weg ben. Nu probeer ik de mensen van Team S weer vast te krijgen. Maar er komt geen reactie. Ik zal om 7:30 nog eens terug proberen te bellen. Misschien weten we dan iets. Dus tot dan, blijven we Team SW. En nu ben ik terug bij Juri, maar hij is nog even iets aan het doen. Ja. Hey Juri, ja, ik heb nu 96 abonnees behaald, net. Dus ja, road to 100, nog 4. Ja. Het wordt even... Ik hoop dat nog deze vlog gaat gebeuren. Ja, ik denk het wel. Dan kan ik gekke dingen gaan doen. Ja. Yep. En ja. En morgen gaan we dus naar Tine. En morgen. Nou ja, ze hebben gevraagd. Dus morgen gaan we dus naar Tine. Ja. Met Sven en Juri en Alaya. En ik ga sowieso vloggen. Ik ga sowieso vloggen. Moet wel. En dan maandag met Ken afspreken. Jaarmarkt Leuven. Dan gaan we de mannenavond school. Ik zie jullie morgen. Of, ja, voor jullie is dat binnen een paar seconden. Maar ik zie jullie morgen. En voordat ik ga slapen, dames en heren. Drink ik nog een latte macchiato. Ik moet stil zijn. Het is al 9:00 gepasseerd. Maar u ziet me in het donker. Ja. Volgende stukje zit ik te wandelen. Latine. Goedenavond mensen. Ik ben hier nog goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ga slapen mensen.
Ik ga slapen met 98 abonnees. Nog 2 te gaan. Ja. En ja, als ik morgen wakker ben, ga ik een stukje vloggen voor jullie. Misschien is Juri dan ook al wakker. Ja, als je wilt, mag je mij wakker maken. Ja, ik zal je wakker maken. Dan zeg ik op tijd voor de training en zo. Ja. Kun je klaarmaken. Ja. En dan morgen naar Tiene. Ja. Ja. Maar dat zien we morgen nog wel. Ja. Hopelijk zijn er morgen nog 2 bij. Er kunnen ook 2 afgaan, je weet nooit. Maar ik ken mijn elke abonnee. Ik zie jullie morgen. Allee, voor jullie dat binnen een paar secondjes. Als ik deze video afsluit. Allee, dit stukje afsluit. En ja. Ja. Slap wel, jullie. Ja, slap wel. Het is een drukke dag morgen. Ja. Goedemorgen, mensen. Het is op dit moment 6:55 morgens. En ja, ik moet een beetje stiller praten, want hiernaast slapen nog mensen, boven slapen nog mensen. Dus het is 6:55 morgens, echt niet veel geslapen. Ik heb misschien van 11 uur tot 5 uur geslapen ofzo. En dan ben ik wakker geworden, heb ik niet meer kunnen slapen. En dan, ja, het is 7 uur bijna, dus ja. Ik heb gezegd, ik ga opstaan. Kan ik een koffietje drinken. Kan ik iets eten. En dan zullen we nog wel zien wat we gaan doen. Ja, op dit moment is het nu, heb ik nu trouwens ook 98 abonnees. Ik heb dat gisteren nog gezegd. Allee, een stukje geleden nog gezegd. Wat is dus dat ik 98 subs heb? Ik hoop dat ik de 100 subs nog haal in deze video. Maar dat zal dan niet. Goedemorgen, mensen. Ja, dat was dus even een stukje vloggen. Zie jullie als ik naar 10 aan het wandelen ben. Nu eventjes aan het genieten van een tasje koffie. Met lekkere carnavalsmuziek in mijn oren, ik weet niet waarom. Maar ja, school. Lekker tasje koffie. Dus stellen we koffie als gisteren. Een beetje carnavalsmuziek in mijn oren, is dat wel nice. Kinderen, stop een keer. Ja, het is tegen honden. We zijn hier weer al aan het spelen. Dame, dame, the friends. Ready to misbehave. Forget about Monday to Friday. Cause I'm working like a slave. Wat vond je wel van zangkunsten? Ik vind het redelijk slecht. Maar dus ja, straks gaan we dan samen naar 10. En ja, ik zie jullie dat ik in 10 ben. Vandaag gaat 10 dus niet door. Sven heeft afgezegd, maar dat maakt niet uit. Dan heb ik meer tijd om een video te maken voor jullie. Dus ja, deze voormiddag was de training. Van 10 tot 11:30. En het was een redelijke training. Het was redelijk zwaar. Maar toch, het ging wel. Ik heb met Ken een beetje gevoetbald. Allee, we hebben een matchje gespeeld op de training. 4-3 gewonnen. Tegen, ja. Ik heb wel als verdediger gestaan. Ik heb een paar keer in de fout gegaan als verdediger, maar ja, je weet nooit hè, wat er gaat gebeuren. Dus ik heb als verdediger in de fout gegaan. 3 keren. Maar ja, kan iedereen gebeuren. Volgende week zondag ga ik proberen te vloggen voor jullie. Want dan zit ik in Maldegem. Het is de kick-off in Maldegem. Ik moet om 6 uur opstaan. Ik ga wel pikken. Want om 7 uur moeten we vertrekken naar Maldegem. Ik zie jullie in het volgende stukje. Dan ben ik waarschijnlijk bij Juri. Is aan het doen. En morgen is het zover. De dag dat ik naar Leuven ga. Jullie zullen wel zien wat ik in de vlog ga doen. Op het moment dat ik dit stukje opneem, heb ik 102 subs. En ja,
Ik ben nu dus met Sven aan het bellen. Maar ik kom direct naar huis, man. Ik ben met Sven aan het bellen. Ja. Ik kom direct naar Sven. Ja, Sven. Ik heb dus onder de 2 abonnees gehaald. Wat heb je daarop te zeggen? Nice. Wat maar de 2, man. Sowieso. Zo rap mogelijk. Ooit haal ik die. Ooit. Nooit heb ik ooit 700 abonnees gehaald. Ooit! Yeah. Yo, what's up, Dylan? Zo! hoe blij dat ik ook ben. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar ik heb eindelijk de 100 abonnees. Ik weet niet hoe ik het wil doen, maar... Je ziet misschien ook wel de tranen van geluk voor u, omdat ik echt wel gedacht had van Dylan gaat het moeilijk de 100 abonnees bereiken. Het was heel moeilijk voor hem, of ja, voor u. Het is een berichtje naar u, maar ik bedoel voor hem, voor u. Omdat het ook een heel parcours is heeft afgelegd. Je hebt een heel parcours afgelegd om dit te doen. Ik ben het nog tans aan het roken, maar dat is heel negatief. Maar ik bedoel, Dylan, nogmaals proficiat met... 102 abonnees. Ik hoop dat je nog de 200 abonnees gaat aantikken. En hopelijk, dan zien we je terug op YouTube. Yeah. En ja, zoals Sven al zegt, ooit haal ik de 700 subs. Ooit. Zoals Sven het gehaald heeft, zo rap kan ik het niet halen. Allee, je weet nooit. Zeg nooit, nooit. Want... Als ik het volgende stukje bezig ben, ga ik bij Juri daarover zeggen. En ja, zie je in het volgende stukje. Ga ik vertrekken naar mijn oma voor daar te gaan slapen. Dus ja, shout out naar mijn oma omdat ik dat mag. Ik wil jullie jongens een goede avond wensen. Ik ga slapen met onder een 2 subs. Dus ik heb vandaag de drie cijfers aangetikt. Sven belde mij ineens en zei: "Wow, yo bro, je hebt 102 subs." Ik zeg: "Wow, yo!" Ik had dus 102 subs bereikt. Nice. En dat filmpje zal er misschien ook nog wel inkomen in het vlogje. Als Sven dat erin wilt editen. Maar dat zullen we nog wel zien. En dat is, ik had het zeg. Ja. Morgen moet ik om 7:30 opstaan. Want om 9:00 heb ik afgesproken met Mr. Ken Momaerts. We gaan echt gekke dingen doen. En ja, zie jullie guys morgen. Alhoewel, ja, voor mij is dat. Voor mij is dat morgen. Voor jullie binnen een paar seconden. Goedemorgen mensen, het is maandag. Het is maandagochtend vandaag. Ik wil de mensen die naar school gaan heel veel succes wensen. En ja, ik zit nu de 102 abonnees. Echt nice. Sabiet ga ik naar Ken. Allee, strak heb ik afgesproken met Ken. Dan ga ik naar de jaarmarkt in Leuven. Dan ga ik naar de jaarmarkt in Leuven. Ik ga iets doen met hem. Maar wat weten we nog niet. Misschien voetballen of zo. En dan gaan we de mannen halen uit de school. Dus ja, komt dat echt nog in de vlog. Vinden jullie deze vlog wel leuk? Smet een zeker een like. Ja. En ja. Ik ben nu bij mijn oma. En ja. Ja. Ik zie jullie in het volgende stukje. Dan ben ik bij Ken. Ik ben hier dus samen met de Ken. En ja, ik ben hier gelé aan het drinken. Kijk, lekker. Dus ja, Ken, wat gaan we doen vandaag? Ja, maar misschien naar de kermis. Ja, maar misschien naar de kermis. En we gaan sowieso een Mac doen. Ga ook in de vlog komen. Een lekkere Mackie. Big Mac.
Big Mac of een... Ja, ik ga 7 hamburgers eten. Dat is 7. 7 hamburgers. En dan gaan we rechtstreeks door naar een kweek voor iets te halen voor te drinken. Dus eigenlijk gaan we van de ene concurrent naar de andere. Ja. Maar het is gewoon zo. We gaan van de ene concurrent naar de andere. En ik zie jullie in het volgende stukje waarin ik lekker mijn hamburgers aan het opeten ben. Ja, ik heb eens gekeken, 8 hamburgers en ik heb een Big Mac. Dus ja, een klein dateje, Big Mac voor Ken, 8 hamburgers voor mij. En we zijn op de kermis, ik en Ken en nog 2 andere gasten. Ja, we passeren nu voorbij daar. Mooi. Een beetje sfeerbeelden. Ja, Ken, wat komen we hier doen? Wandelen. Een beetje hangen. Dikke hangen en ja. En Dominic en Boer zitten hier in rock and roll. Dat ding achter mij. Hi. Allee, Dominic en Boer komen er nu bijna terug uit. Dat is echt nice. Ik ga het er niet vragen wat er is. En nu zijn we even pissen en zo. Ik moet een plasje gaan maken. Ken gaat vragen of hij geld krijgt voor de kermis. En ja, we gaan zo meteen terug naar de kermis. En ja, sowieso gaan we zo meteen nog vloggen op de kermis. Want dat wist ik niet dat we dat gingen doen. Maar het was dus op de kermis. Nice. Ik ga ze bieden wel wat sfeerbeelden shooten. Wat? Sfeerbeelden shooten. Ken je? Echt, dat sfeerbeelden maken van de kermis. En nu ga ik stoppen met dit stukje te maken, want ze komen aan met iets wat muziek is. 20 seconden. Nu gaan we eventjes naar de kweek voor een plasje te maken. Ik laat jullie iets weten als ik terug op de kermis ben. Dan begin ik terug te vloggen. Nu zijn we op onze weg. Naar de oude school voor even gaan de mannen op te halen. De mannen komen zeker in de vlog vandaag. En ja, ik zie jullie als we aan school zijn. En ja, ik zie jullie als we aan school zijn. Maar Ken blijft een beetje achter. Niet goed, maar goeie. Dus ik zie jullie als we aan school zijn. En ik en Ken zijn bijna aan school. Ja, het was echt een lange tijd. Echt een lange wandeling, niet echt. Maar het was een redelijke wandeling. Want ik ben eigenlijk al van 8:30 of 8:10 deze morgen aan het wandelen. Non-stop. Ik heb iets van 20.000 stappen nu al ongeveer. En we zijn al een paar keer gestopt. Voor te drinken en een tasje koffie. Zijn we eventjes op de oude markt in Leuven geweest. Dan zijn we terug naar de Mac geweest. Naar de Mackie. Mackie gang sowieso. Dan zijn we... Ken heeft een Big Mac en 2 euroknallers gegeten. Ik heb 6 euroknallers gegeten. Ja, ik had er 8 besteld. Ik had 8 euroknallers besteld. Maar ik kon niet meer gewoon. Ik had gewoon genoeg. Na 6 euroknallers. Dus ik heb Ken er nog 2 gegeven. Ja, in de vuilbak. Ja, Ken, zoals hij zegt, is hij de vuilbak. Maar ja, 2 euro knallers. 2 euro. Allee, 2 euro dat ik. Maar ik heb echt genoeg gegeten. Dan zijn we naar de Kwik geweest. Hebben daar een cola gekocht. Allee, ik heb daar een cola gekocht. Ken heeft daar ook een cola met Fanta. Lekker, zegt hem. Ik heb nog nooit zelf geproefd. Laat in de reacties weten of je dat al geproefd hebt. Cola en Fanta. Super lekker, maar alleen te veel suiker. Dus, ja, je hoort het. Super lekker. Met te veel suiker. Dan zijn we naar het station van Leuven geweest. En daar hebben we gewacht op 2 mensen. Daar hebben we gewacht op Dominique Collin en Boris Peters. Zijn we met hun naar de kermis gegaan. Waar ik al gevlogd heb. Maar ik heb hun niet op video getoond. Omdat ik... Als zij dat niet graag hebben, dat ze op video komen,
weet ik dat. En dan... Dus daarom heb ik het niet op video getoond. Omdat ze dan, eerlijk gezegd, als ze dat niet zouden willen, kunnen ze mijn copyright claim aansmeren en kan ik gestraakt worden. Wacht even, Ken. En dan, dan zijn we hun naar de kermis geweest. Ze hebben die in een rock'n'roll gezeten. Een beetje sfeermuziek. Ik heb daar 20 seconden, ik heb daar 20 seconden gefilmd. Meer niet. Copyright claim also. En dan zijn we van de kermis naar de Kwik geweest. Ik ben een plasje gaan maken. Komt ook in de vlog. Allee, hebben jullie ook gezien in de vlog. Dan zijn we naar school gegaan. Waar we nu zijn. Maar we moeten eventjes wachten tot 20 voor 4. Tot als die mannen. Daar zijn we laatst nu, Ken. Het is nu 3:15. Dus nog 55 minuten wachten. En dan kan ik terug verder vloggen voor de mannen. En dat zal ook het einde van de vlog zijn. Dat ik eigenlijk een beetje Yuri heb gefilmd. Samen met Ken heb gefilmd. En dan nog met Jonas en Nadel. Ja, je ziet Ken hier achter mij. En ja. Zebiet zien we de mannen. Om binnen een uurtje. En dan zijn we aan school. En ja, zie je in het volgende stukje. Ik wil nog een shout-out doen naar de Rudy Legend. Op YouTube. Ja. Dat is een goede YouTuber, een goede. Ik ken een chef van Vollestars doen. Een goede vriend van mij. Ga zeker abonneren op de Rudy Legend. Ik ben niet eens gestopt. Hij is goed bezig. Hij heeft zijn beslissing genomen. Hij gaat zijn kanaal zeker hier in de beschrijving. En nu ben ik hier met Jonas en Adel. En ja. Jan is er ook aan het afkomen. We gaan even wachten, mannen. We gaan even wachten, mannen. Dus ja, Ken is aan het aflopen hier achter mij ergens. Ik weet niet juist waar. Ja, Jonas staat dus beeld. Oh, dat ook. En ja. Ah. Ik wil jullie guys bedanken voor het kijken naar deze extra lange video. En Ken komt nu ook net aangelopen. Het loopt voorbij mijn scherm. Ik wil jullie guys bedanken voor het kijken naar deze video. Vonden jullie deze video tof? Smash dan zeker die like button. En abonneer, reageer, like, reageer, abonneer. En tot de kant zeg. Ja, doei!